Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Het is maandagochtend. Ik ga vertrekken naar de gym. Het is 20 na 10 ondertussen. Ik wou iets vroeger gaan, maar ik heb nog 3 vlogs gemonteerd. Dus ja, dat moet ook gebeuren. Ik heb trouwens echt wel serieus een koortsblaar of uitloop. Hij is nog redelijk klein. Mag nog van geluk spreken en daaronder heb ik een puist. Jee, maar ik voel ook wel dat ik de laatste dagen echt, oh my, boobs in your face, dat ik de laatste tijd echt heel moe ben, heel gestresseerd ben door alles what's going on met mijn huis, in Bilze, gewoon alles ben, ja, Milky wil ook goedemorgen zeggen, ik ben echt, ja, ik ben het gewoon echt allemaal beu. Maar oké, normaal gezien vandaag zijn we de 28ste, 28 mei voor ons. En normaal gezien binnen precies een week, dus volgende week maandag de 4e juni, is mijn huis eindelijk verkocht. Oh, ik kijk er echt naar uit. Ik moet deze week wel nog gaan werken. Nog een paar dingen opruimen. Normaal gingen Geert en ik dat vrijdag doen. Maar Geert kon niet meer. Dus nu gaan we dat denk ik donderdag doen. Donderdag verjaart Celine. Dus die gaat dan toch een dagje vrij nemen. En leuke dingen doen met Nick, gok ik. Dus ja, dat moet ook nog gebeuren. Maar komt goed. Ik ga nu naar de fitness. Ik heb gisteren mijn day off gehad. Vorige week heb ik de rest van de week getraind. En ik heb het gevoel dat ik vandaag terug wil gaan. Gisteren had ik echt geen zin. En ik heb zoiets van, ik moet ook luisteren naar mijn lichaam. Te veel is te veel. En vandaag voel ik me goed. En heb ik zin om te gaan. Ik ga wel een pre-workout nemen. Want ik ben toch wel een beetje moe. Dus ja, ik denk dat ik vandaag armen ga doen. En buikspieren denk ik. Ik ga zien hoeveel tijd er is. Misschien nog een beetje cardio, maar ik weet het niet. Maar ik moet naar kantoor natuurlijk. En nu gaat dat ploffen. En ik moet deze avond weg. Hebben we de... We hebben deze avond La Posta magazine komt uit en wij staan daarin, dus we zijn uitgenodigd op de onthulling van het magazine. Kijk, benieuwd. Het kan chic zijn, maar oké, ik ga eerst naar de gym. Ik ga jullie niet meenemen, maar ik zie jullie na de gym weer. Gym done. Ik heb vandaag armen gedaan. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Ik heb ook abs gedaan. Sorry, ik ben aan mijn andere broek. Het was hier veel te warm. Ik ga nu even eten maken en dan ga ik vertrekken naar kantoor. Dit gaat mijn eten worden. Ik heb zalmfilet, wortel, zoete aardappel en paprika. En ik ga dat allemaal in de oven gooien voor 20 minuten. Ik heb nog exact 20 minuten. Dus in de tussentijd ga ik mij klaarmaken en dan gaat dit ook klaar zijn. En dan neem ik dat mee naar kantoor om te eten. Oké, ik heb op kantoor niks gefilmd vandaag. We hebben nog een nieuwe collectie online gezet, foto's gemaakt en ja, al die dingen. Nu zijn wij onderweg naar Lumme, want we gaan naar hoe noemt dat eigenlijk? De inhuldiging of zo van het La Posta magazine. Inhuldiging, zeg je dat? Ja, de voorstelling van La Posta magazine en Celine en ik, we staan erin.
zijn weg van, allez, weg van het event. We gaan naar huis, bedoel ik. Het was wel echt chic. Super tof georganiseerd. Wat heb je warm? Je laat je deur dan even open. Het was echt super tof georganiseerd, hè? Ja, heel mooi gedaan. Ja, het was echt cool. Je had echt zo meer beleving, zo verschillende standjes en van alles. Alles Italiaans, hè. Ene was pasta maken, ene was wijn aan het inschenken. Cocktails. Cocktailjes aan het maken. En ik weet niet, ik denk niet dat ik dat al in de vlog heb gezegd, maar ik wil tot Ibiza geen alcohol meer drinken. Kijk, als ik dat kan vallen, want ik drink wel graag alcohol. Maar ik ben nu toch al een week bezig. Wauw. Maar een anderhalve week al bijna. Andere, ja, wauw, het is maandag en van zondag, dus een week en een dag. En hier was wel de verleiding groot, want je had echt wel veel. Veel, echt veel. Alcohol, cocktails en al. En ik ga nu met Sam zijn auto rijden. En ben ik echt blij dat ik mag. Want ik heb dat echt... Oei, wat is wat weer al? Gas, rem. Ja, en meer niet. Lekker voor ja, niks dat doen, weet hè? Ik, schat. Ja. Ik ben kei blij dat ik er nog eens... Nee, mag rijden, hè. Ik heb er nog maar twee keer mee gereden. Oh, fuck man, het is heet. Oké, let's go. Laat me zien wie je niet bent. Laat me zien wat ik niet ken. Ik kan zien dat je hard bent. Ik ben hier met mijn zwart geld. Ik ben hier met mijn zwart geld. Let me see me.